gelukkig ben je er. We moeten dringend praten. Lucinda, als je wilt dat ik sorry zeg voor die ruzie daarnet op school... Pardon? Welke ruzie? Oh, sorry. Onze conversaties zijn zo. Ja, zo onbetekenend dat ik ze onmiddellijk weer vergeet. Automatisch. Als ze zo onbetekenend voor je zijn, wat doe je dan hier? Luister, Violetta, jij kent mij helemaal niet. Ik ben een trouwe volgeling van de waarheid. En jouw leven is een aaneenschakeling van leugens die jij niet ziet. Grappig, Lucinda. Waar heb je het over? Over je vriendin Francisca. Ik denk dat we beter nog niet aan de meisjes kunnen vertellen dat we gaan trouwen. Wat? Gaan jullie trouwen? Gaan jullie trouwen? Nee, Violetta, dat hebben wij vast verkeerd gehoord. Ze gaan niet trouwen. Willen jullie thee? Hè? Zullen we even rustig gaan praten? Gaan jullie nou trouwen of niet? Lieverds, waarom gaan jullie niet even zitten? Hoe kun je mij zoiets aandoen, mama? Nou, kijk, eigenlijk willen we samen een... Papa, ja of nee? Luister, het is een project, begrijp je? Ik bedoel, in de toekomst gaan we zeker wel een keer trouwen, maar... En sommige projecten duren jaren en andere zijn... Mama, draai er niet omheen! Gaan jullie trouwen of niet? Weet je, wat wij willen doen is onze liefde vieren. En daarom dachten we geven een feest. Ja. Lopen jullie? We gaan met z'n vieren een gezin vormen. Leuk, hè? Ik word haar zus. Dan is het dus de bedoeling dat we met z'n allen samen gaan wonen in één huis? En? Wat denk je? Als dit jullie beslissing is, dan accepteer ik dat. Het is goed. En jij, lieverd, schat van me, wat zeg jij? Dat ik te laat kom in de studio. Lieverd? Gaat het? Ja, het gaat goed. Ik moet een nummer gaan oefenen. Sorry.